De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Lucas 7. We lezen vers 36 tot en met 50. Lucas 7 vanaf vers 36. Daar lezen wij Gods woord als volgt. En een der fariseeën bad hem dat hij met hem aten. En ingegaan zijnde in des fariseers huis zat hij aan. En zie, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseers huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achter aan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En de fariseer die hem genoot had, zulk ziende, sprak bij zichzelf en zeggende, deze, indien hij een profeet was, zal wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want ze is een zondares. En Jezus antwoordende, zeide hij tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. Jezus zeide, een zeker schuldheer had 202 schuldenaars en de een was schuldig 500 penningen en de andere 50. En als ze niet hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide, ik acht dat hij het is die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven. Maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven. Maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd. Maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u. Haar zonden zijn haar vergeven die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook de zonde vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Tot zover de schriftlezing. Antwoord op de preek zingen we op Psalm 72, vers 7a en 6b. Het sluit ook op elkaar aan, alleen dan andersom. Dus eerst nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. En dan gaat het thema verder als we zingen, behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn. Gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. Gemeente, we hebben het gezongen. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Er zijn wel meer liederen die gaan over het zitten aan de voeten van de Heere Jezus. In de bundel van Johannes de Heer, daar vind je het lied aan des heilands voeten. Het gaat over Maria die aan de voeten van de Heere Jezus zit. In de gele bundel vind je het lied diep, diep aan uw voeten. O heiland, buig ik neer. En er is ook een lied, hè? Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Die liederen die zijn verschillend van inhoud en wellicht ook wel verschillend van diepgang. En wat u daar ook van vindt, gemeente, één ding moet duidelijk zijn. Dit is wel de plek waar we allemaal terecht moeten komen.
aan de voeten van de Heer Jezus. En daar vinden we deze morgen een vrouw. En we gaan naar deze geschiedenis luisteren onder het thema een zondares. Want dat is ze. Aan Jezus voeten. Een zondares aan Jezus voeten. Drie gedachten. Ze is verknocht aan Jezus. Ze krijgt vergeving van Jezus. En ze ontvangt ook vrede door Jezus. Dus allereerst verknocht aan Jezus. Dat woord verknocht aan. Dat betekent dat ze heel veel van de Heer Jezus houdt. Als je ergens verknocht aan bent, dan ben je eraan verbonden. Dan houd je daarvan. Verknocht aan. Vergeving van. En vrede door Jezus. Kom je vanavond bij me eten, Jezus? Het is Simon die deze vraag stelt. Simon, de Farizeer. Hij heeft vast gehoord van Jezus. Hij maakt de doden levend. Net nog aan het begin van dat hoofdstuk, die jongen uit Nain. Wat waren de mensen verwonderd en het gonsde door het land. Een groot profeet is onder ons opgestaan. God heeft zijn volk bezocht. Maar dat zeiden de mensen, dat zei het gewone volk. Maar de Farizeeën en de schriftgeleerden, die wisten natuurlijk wel beter. En ze hadden een mening en een oordeel wel klaar. Je vindt dat in vers 34. Die Jezus is een vraat. Een vraatzuchtig mens. Een wijnzuiper. Een vriend van tollenaren en zondaren. En zondaren die houden de wet niet. Mensen die zich uitleven in de zonde, die kunnen nooit zalig worden. Die verontreinigen de samenleving. En als de Heer Jezus nou met zulke mensen omgaat en zulke mensen opzoekt, dan kan hij geen profeet van God zijn. En deze Simon, waarschijnlijk wil hij toch zelf wel eens horen hoe dat nou precies zit. Hij wil die Jezus wel eens ontmoeten. En op een dag als hij de Heer Jezus dan tegenkomt, dan nodigt hij hem uit. Komt u vanavond bij me eten? Zou de Heer Jezus dat willen? Nou, natuurlijk wil de Heer Jezus dat, want hij zit toch wel vaker bij zondaren aan tafel. Dus waarom niet bij Simon? Misschien kan hij net als bij Zacchaeus straks, dat is dan in hoofdstuk 18, maar het zoiets hetzelfde zeggen. Heden is aan dit huis zaligheid geschied. En als het tegen de avond loopt, rond etenstijd is, dan gaat de Heer Jezus naar dat huis van Simon toe. Het was waarschijnlijk een mooi huis, een groot huis. Simon die kon best een etentje geven, een maaltijd verzorgen. Daar werd hij niet armer van. Maar er gebeurt wel wat vreemds. Als je vandaag de dag wordt uitgenodigd bij iemand voor de maaltijd, dan word je welkom geheten bij de deur, dan word je jas aangepakt en dan word je binnengelaten. Je krijgt een stoel aangeboden. Wil je misschien eerst wat drinken? Ja, alstublieft. En zo had je ook in de tijd van de Heer Jezus allerlei gewoonten. Je voeten werden gewassen. En je kreeg een druppeltje lekker ruikende olie, een beetje parfum op, zeg maar. Je kreeg een kus. In onze cultuur geven we elkaar een hand. Als mannen. Maar dat gebeurt nou allemaal niet bij Simon thuis. Er is geen hartelijk welkom voor de Heer Jezus. En toch gaat hij bij Simon daar in dat huis aan tafel. Immers, hij is op aarde gekomen om zondige mensen zalig te maken. En daarom ligt hij daar aan. Nou, je zat niet, maar je lag aan tafel. Vroeger dacht ik dat je allemaal aan rechte banken zat langs de tafel. Maar het is zo dat je met je hoofd bij de tafel zat. En je kon zo steunen op je ene elleboog en met je benen zo naar achteren. Je kunt het wel vergelijken met de spaken in een fietswiel. En die komen allemaal naar binnen en die gaan zo naar buiten. En zo lag je ook aan zo'n tafel in de tijd van de Bijbel. En dan moet je weten, zo'n maaltijd in die tijd was een openbaar gebeuren. Zoals je vandaag de dag zomers een barbecue in de buurt kan hebben. En dan kan je er langs lopen en dan kan je zo zien dat ze daar bezig zijn. Nou, zo is dat ook ongeveer geweest in die tijd.
In de grotere en duurdere huizen werd de maaltijd meestal gehouden in een soort zuilengalerij, een gang met pilaren, een soort binnenhof. En die plaats die was van de straat af open toegankelijk en ook zichtbaar. De buren die konden zo langslopen en om het hoekje kijken en zien wie er allemaal was, wie je had uitgenodigd. Zien hoe rijk en gul je wel niet was. Iedereen kon er zo bij komen staan en zo is dat ook hier, want daar komt al iemand. Kijk maar, vers 37, en ziet, een vrouw in de stad die een zondares was, verstaande dat in het huis van de fariseer aanzat, bracht een albasten fles met zalf. Het was bepaald geen schat van een vrouw, nee. De zondares, wat voor een, dat staat er niet. Ze zal geen overvallen gepleegd hebben of geen moorden op haar geweten hebben, want dan had de Romeinse overheid ongetwijfeld ingegrepen. En toch een zondares. Ze leefde openlijk in de zonde en daar hield ze zich mee bezig. Het was algemeen bekend, iedereen in de stad die wist dat wel, zondares. Heel veel uitleggers die denken dat het een prostituee geweest is. En daar gaan we dan ook maar vanuit in deze preek. Maar we moeten wel zeggen, we weten dat niet zeker. We weten ook niet hoe ze heet trouwens. Onbekend. Een zondares. En hoe dat dan zover gekomen is dat ze zo bekend is geworden. In de stad, de dorpshoer. Misschien is ze wel bedrogen vroeger. Moeilijke jeugd gehad. Misbruikt. Kan. Misschien was de moeder wel van hetzelfde soort. Ook dat is mogelijk. Hoe dan ook, de gevolgen voor dat kind waren ontzettend. En wie weet hoeveel verdriet haar opa van haar gehad heeft samen met opa. En hoe ze elke dag voor dat meisje baden. Ze leefde op de brede weg die naar het verderf gaat. Immers, geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen. Als in het gericht door God wordt wraak genomen. Niemand zal dat verderf ontgaan, tenzij er die gezegende ontmoeting met de zaligmaker plaatsvindt. Met de Heer Jezus. En kijk, daar staat ze nou. Speciaal voor de Heer Jezus is ze daar gekomen, gemeente. Want er staat in vers 37, verstaande dat hij in het huis van de fariseer aanzat. En dat woord verstaande, dat mag je ook vertalen als uitgevonden hebbende. Ze heeft het uitgevonden, ze kwam het te weten, niet toevallig. Nee, ze heeft ernaar gevraagd, ze heeft ernaar gespeurd. Waarom eigenlijk? Waarom? Gemeente Lucas die plaatst deze geschiedenis niet voor niets. Op deze plek in zijn evangelie, net na vers 34, waar je kunt lezen dat de Heer Jezus de vriend van tollenaren en de vriend van zondaren is. En in Lucas 5 hoor je hoe de Heer Jezus de macht heeft om de zonden te vergeven. En in datzelfde hoofdstuk zit hij aan tafel met Levi de tollenaar. Hij eet met ze. Juist dat evangelie van Lucas is er vol van. Jezus neemt de zondaars aan. En hij maakt ze zalig. Misschien hoorde die vrouw ook wel bij die zondaars die door Johannes de Doper gedoopt waren. In vers 29 kun je daarover lezen, wordt er naar verwezen. Of heeft ze het van collega-zondaren en zondaressen gehoord, van die vriend van tollenaren en zondaren. Nee, dat betekent niet dat hij de zonde tolereert en dat hij dat allemaal wel kan gedogen, de zonde. Nee, hij roept juist op tot bekering, ernstig en indringend. Immers, de weg is breed die naar het verderf gaat. Maar gemeente, die vriend van zondaren, die is daarbij zo intens bewogen. En hij vergeeft de zonde. En juist daarom moet ze bij hem zijn, gemeente. En zo is ze gaan vragen. Hier gaan vragen, daar gaan vragen. En toen kwam ze te weten. En dat zit in dat woord verstaande, nietwaar? Vandaag is hij bij Simon om te eten. En dan gaat ze naar het huis van Simon, omdat Jezus daar is. Het zou kunnen, gemeente, dat ze al eerder een ontmoeting met de Heer Jezus gehad heeft.
En dat ze nu komt om haar dankbaarheid te tonen. Om haar liefde te laten zien. Dan heeft ze al iets meer geleerd en ook ontvangen in geestelijk opzicht. Hoe dan ook, gemeente, via zijn woord heeft ze de Heer Jezus zeker al ontmoet. En nu gaat ze tot hem. Dat kenmerkt nu het geloof, nietwaar? Dat kenmerkt het echte, het ware geloof. Geloof dat door de liefde werkend is. Daar staat ze. Met dat albasten flesje zalf in haar handen. En haar schouders die beginnen te schokken. En haar ogen vullen zich met tranen. En de tranen biggelen, stromen van haar wangen naar beneden en ze vallen op de voeten van de Heer Jezus die daar aan lag aan de tafel. Kijk nou toch. En de verbazing bij Simon stijgt. Zijn wenkbrauwen fronsen zich. Is dit een profeet? Die profeet, die man, die laat zich onrein maken. Ze maakt haar haren los. En gaat op haar knieën zitten bij die betraande voeten en ze droogt ze af met haar haren. En ze begint die voeten te kussen. Het woord kussen hier, dat eerste woord, dat wijst ook op een intens en aanhoudend kussen. Zou jij dat ook willen? Zou u dat willen? Zit je al in gedachten naast haar? En is dat op dit moment het gebed van je hart? Of sta je misschien naast Simon? Dat is een verschil van dag en nacht, gemeente. Een verschil van leven en dood. De vrouw, ze pakt dat albasten flesje. Het kostbare zalf en wrijft die zalf over de voeten van de Heer Jezus. En terwijl ze dat doet, houdt dat kussen aan en blijven die ogen vochtig en blijft dat hart bonzen. Maar waarom doe je dat, vrouw? Waarom doe je dat? Waarom ga je naar de Heer Jezus toe? Ze zegt niet veel. In heel deze geschiedenis zegt ze helemaal niks. Ze zwijgt. Dat is ook wat. Daar zit misschien ook wel een les in, nietwaar? Wat valt er te zeggen, hè? Wat valt er nou te zeggen als je zo gezondigd hebt tegen de Heer? Herken je dat? Dan kun je alleen maar je hoofd buigen. De tranen laten vloeien. Trouwens, en dat kan ook, gemeente, onder woorden brengen wat er leeft in je hart. Dat is echt niet altijd niet altijd makkelijk. Toch? Dat zult u wel meemaken op huisbezoek. Niet iedereen kan dat. Niet iedereen kan dat. Het is soms ook heel spannend. Spannend om wat te zeggen over wat er leeft in je hart. Zeker als je woorden op een weegschaaltje gewogen worden. Zoals hier in dat huis van Simon. Het weegschaaltje van de veroordeling. U hebt toch niet zo'n weegschaal, hè? Broeders. Al bent u wel geroepen natuurlijk om goed te luisteren. En om leiding te geven. Maar het weegschaaltje van de veroordeling. Opa's en oma's, als je kleinkinderen iets vertellen over leven met de Heer. Je ligt zo zelf op dat weegschaaltje. Als je niet uitkijkt. Deze vrouw zegt nee, helemaal niks. Hè, maar, en toch, haar daden die zeggen heel veel. 8 liefdesdaden worden hier genoemd. 8 van die werkwoorden, liefdeswerkwoorden kun je zeggen. Hè. Ze vond uit waar hij was. En ze kwam dat te weten. En ze bracht die albasten fles met zalf mee, dat is 2. Ze stond achter aan zijn voeten, dat is 3. Ze huilde, dat is 4. Ze maakte die voeten nat met tranen, dat is 5. Ze droogde ze af, ze kuste ze, ze zalfde ze.
Waarom, gemeente? Waarom? Nou, dat zegt de Heere Jezus in vers 47. Ze had veel zonde. En die vele zonden zijn vergeven. En nu heeft ze veel lief. En daarom is ze daar bij de Heere Jezus. Ze had veel zonden en Jezus ontvangt de zondaars en hij eet met ze. Hij is het die de zonde vergeeft. En dat is het nou wat haar drijft, gemeente. De liefde tot de Heere Jezus vanwege de vergeving van de zonde die daar in hem te vinden is. En die vergeving heeft ze nodig gekregen. En die heeft ze in hem gevonden. En uit alles blijkt haar liefde. En uit alles blijkt haar berouw. Let ook maar op dat losse haar, gemeente. Dat was in die tijd ook een teken van rouw, van droefheid. Van vernedering. Dat is heel wat anders hè, dan sorry zeggen. Sorry, het spijt me. Grote mond gegeven tegen je moeder. Sorry, mam. Het schoot eruit. Ja, dat is goed hè, om dat te zeggen. Wilt u het me vergeven? Berouw, hè, dat is diep. Dan besef je, ik heb iemand pijn gedaan. Ik heb God zeer gedaan. En weet je, daarvoor moet je nou weten, gemeente, dat de Heere God een goede God is. Een genadige God. Dan moet je van doordrongen worden. Dat werkt de Heilige Geest. En juist dan gaat de zonde zo zeer doen. Dat is niet vanzelfsprekend. Zelfs niet bij Gods kinderen. Die kunnen daar weer een heel eind vandaan zijn. Denk aan David. David had een vrouw gestolen, overspel gepleegd, onschuldige man vermoord, Uria. En intussen ging hij gewoon verder, hè, zonder dat berouw wat je hier ziet in deze geschiedenis. Dan ging hij gewoon naar de tempel en zong hij gewoon over de Heere die zijn herder was. En luisterde hij gewoon naar de wetslezing van de priesters. Maar dat was alleen met zijn oren en was alleen met zijn lippen. Totdat Nathan bij hem kwam en de Heilige Geest hem weer... Ja, velde, neervelde als het ware. Toen ging hij dat weer beleven. Als geschenk ook van de Heere. De Heere zeer gedaan. Daar kent een kind van de Heere iets van. Iets van. Daar leert de Heilige Geest iets van. Gezondigd tegen een goede God. Tegen milde handen. En tegen vriendelijke ogen. En daar ligt de grond niet in, gemeente. En die grond die ligt ook niet in de tranen. Maar die ligt in God, in het hart van de Heere. Niet te begrijpen dat de Heere nou zondaren ontvangt. En wil zalig maken, opstandelingen. Maar juist als je daar nou iets van beseft, dan gaat het zo zeer doen. Dat er zoveel kwaad in je hart woont. Ik ellendig mens. Hè. Deze tranen die zijn er een bewijs van dat de Heere aan het werk is. En als die tranen vallen aan de voeten van de Heer Jezus, dan zijn dat zoete tranen. De tranen van berouw, vanwege de liefde van de Heer, die zijn zoet. Waarom zou die vrouw huilen? Ja, liefde, berouw, vanwege haar schuld. Maar dat heeft nou denk ik ook te maken met die voeten van de Heer Jezus. Ja, denk ik, zou zomaar kunnen. Wat ziet die vrouw aan die voeten? Wat zag die vrouw aan de voeten van de Heer Jezus? Als je daar nou heel goed naar keek. En die vrouw die keek ernaar, hè, want die vrouw kuste die voeten. Nou, daar zat zand aan. En stof. Die voeten waren vies. Hoezo dan? Nou... Simon had ze niet gewassen. En al die andere voeten waren schoon. Maar die voeten van de Heer Jezus niet.
gemeente, zou je dan niet in tranen uitbarsten? Dat doet toch zeer als je de Heere Jezus lief hebt. Leg je leven dan maar naast, gemeente. Want dat is nou ook een kenmerk, zo u wilt, van geestelijk leven. Als je de Heere lief krijgt, dan krijg je er verdriet van wat anderen de Heere Jezus aandoen. Wat ze met hem doen. En wat ze met zijn woord doen. En wat ze met zijn naam doen. En wat ze met zijn geboden doen. In het echt. Of in een film. Dat Simon Jezus geen eer geeft, zorgt voor tranen. Tranen gemengd met liefde, berouw, dankbaarheid, gemeente. Dat kan er allemaal zijn in datzelfde hart, nietwaar? Zit u er al naast? Zit jij er al naast? Hem al je liefde waardig schatten? Of sta je nog naast Simon? De wereld van verschil. Verschil tussen leven en dood. Let trouwens ook eens op de Heer Jezus, gemeente. Hij laat het allemaal toe, dat is ook wat. Jezus die wist echt wel waarvoor die vrouw haar lippen, waarmee zij zijn voeten kuste, gebruikt had. En ze wist echt wel wat voor vrouw het was. Hoe verleidelijk die ogen waaruit nu die tranen drupten naar andere mannen gekeken hadden. Maar hij trekt zijn voeten niet terug. Nee. Wat voor ogen je ook hebt, die mag je op de Heere slaan. En wat voor mond je ook hebt, die mag je open doen bij de Heere. Wat voor vloeken er uit die mond gekomen zijn en hoeveel drank er ook deze week naar binnen gevloeid is door die mond. Je mag met die mond naar de Heere. Je mag bidden. Hij wacht om je genadig te zijn. Jawel, de Heere Jezus heeft een gruwelijke hekel aan de zonde, aan alle zonden. Die zonde moet bestraft worden. De brede weg eindigt in het verderf. Maar hij is zo onnoemelijk bewogen met zondaren. Daar zijn geen woorden voor. En daarom, gemeente, hij vangt die tranen maar wat graag op om ze in zijn liefdeshart te verstoppen, te verbergen. Aan de voeten van die vredeboodschapper vindt deze vrouw vergeving. En daar wordt ze dan ook van verzekerd. Vergeving van Jezus. Dat was ons tweede punt. Simon, ik heb u wat te zeggen. Meester, zeg het, antwoordt Simon. En het gebeurde wel vaker, gemeente, in zo'n tijdens een speciale gelegenheid, dat gasten, speciale gasten, de gelegenheid kregen om een woordje te zeggen. En dat gebeurt nou ook hier, gemeente. Simon, een zeker schuldheer, had twee schuldenaars. En twee mensen hadden schuld bij hem. De een 50 penningen en de ander 500 penningen. Penning is het dagloon van een arbeider of van een Romeins soldaat. En als dat zo is, gemeente, dan kost dat dus of 50 of 500 dagen minimaal om werken, om die schuld terug te betalen. En Simon, die twee schuldenaars, die hadden helemaal niks om de schuld terug te betalen aan de schuldeiser. Het moest wel, het was schuld, als de deurwaarder aan de deur stond om het geld te vragen, dan steeg de spanning in het gezin en dan moesten ze zeggen, ja, we hebben het niet, we hadden het wel, maar we zijn het kwijt en we hebben het nog niet terug. Dat is ten diepste een beeld van ons alle gemeente, hè? Want we hadden het, kennis, gerechtigheid, heiligheid. Zo zijn we geschapen, maar dat zijn we allemaal kwijtgeraakt. En de Heere die heeft er nog steeds recht op en die vraagt het nog steeds, ook aan ons. Betaal me wat je schuldig bent. In het verhaal van de Heere Jezus geldt die schuldeister de schuld van die 50 en die 500 penningen kwijt. En vervolgens klinkt er dan die vraag aan Simon. Simon, luister eens. Wie van deze twee mensen
zal die schuldeiser, die schuldheer, nou het meeste lief hebben? Dat is een makkelijke vraag, toch? Als er 500 penningen kwijtgescholden worden, dan is er meer liefde in je hart dan wanneer er maar 50 is kwijtgescholden. En hij zegt het ook, ik acht dat hij het is die het meeste kwijtgescholden heeft. Is. Precies, zegt de Heer Jezus. Dat heb je goed gezegd. Je hebt recht geoordeeld. En vervolgens gaat de Heer Jezus nou één ding uit die gelijkenis toespitsen en wijzen op de liefde van die vrouw. Waar komt die liefde vandaan die ze toont met haar daad? Nog altijd staat ze daar zwijgend. Of zit ze daar zwijgend bij de Heer Jezus. En ze hoort hem spreken over het kwijtschelden van schuld. Gemeentes, die woorden die heeft ze vast ingedronken, denkt u ook niet? Waar komt die liefde vandaan? Die vloeit voort uit de vergeving van haar zonde. En Jezus die kijkt daaraan en terwijl hij naar haar kijkt, zegt hij tegen Simon, zie je deze vrouw, Simon? Ik ben in jouw huis gekomen, water om mijn voeten te wassen, heb jij me niet gegeven. Maar deze vrouw heeft mijn voeten nat gemaakt met tranen en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Jij hebt mij geen welkomstkus gegeven. Maar deze vrouw heeft niet opgehouden mijn voeten te kussen uit diepe hoogachting. Geen druppeltje zalf had jij voor me over. Maar zij heeft mijn voeten gezalfd. En heel nadrukkelijk worden die liefdesdaden van die vrouw opgezond. Weet je wat dat betekent, Simon? En denk nog even aan dat verhaal. Van die penningen. En let dus op die liefdesdaden van deze vrouw. Daarom zeg ik u, Simon, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven, want ze heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Simon hoort dat. Zou het doordringen? Die vrouw een zondares. Iedereen weet het toch? Heeft ze al beterschap beloofd? Heeft ze al iets gezegd? Haar zonden zijn haar vergeven. Ze maakt zijn huis onrein door haar komst bij hem. Haar zonden vergeven, zie maar, op haar grote liefde. Het is behouden. Ze is bruid van de Heere Jezus geworden. Voor zulke kwam hij, voor zulke verliet hij de heerlijkheid. Voor zulke nam hij de menselijke natuur aan. Zwart in zichzelf, maar lieflijk in de ogen van de Heere. En dan spreekt de Heere Jezus die vrouw ook persoonlijk aan. Het was al rijk dat de Heere Jezus dat tegen Simon zei over haar. En ze hoorde het, die grote profeet, zeggen... Haar zonden die veel waren, vergeven. Ja, dat eerste was natuurlijk ook wel verootmoedigend, gemeente. Want dat zegt de Heer Jezus dan toch maar. Het is een zondares. En de Heer Jezus die gaat daar niet langs die zonde. Nee, dat doet de Heer nooit als die in je leven komt. Daar wil hij het over hebben. Die moet ook op tafel. Hij ontdekt daaraan. Veel zonde, veel schuld, veel misdaan, veel kapot gemaakt. Anderen verwoest, wellicht zichzelf ook, wie zal dat zeggen, ondanks de waarschuwingen. Veel zonde tegenover de schuldeiser en de Heer Jezus dekt ze niet toe. Al treedt hij ook niet in details. De Heer Jezus weet nog veel meer van haar dan dat Simon weet, dan dat heel het dorp weet. Hij doorgrondt het hart. Hij weet alles van haar, ook van u, van jou, van mij, wie we zijn, voor God. De zonde, veel bij ons allemaal. Hij weet van de ruzies en van de haat en van de lelijke woorden en van de begeerte naar geld en goed. Neerkijken op anderen. Hij weet van onze roddels. Hij weet van ons sjoemelen met de regels van de overheid. Die houden we wel en die, daar zijn we wat gemakkelijker in. En Jezus, hij haat de zonde. Maar hoor wat hij zegt. We lezen dat in vers 48.
En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. Het was al zo, gemeente. Het was al zo. Want ze had immers veel lief. En dat vloeide voort uit die vergeving van haar zonde. Maar ze wist dat nog maar amper. Maar nu verkondigt de Heer Jezus het haar. En zie je dat er een bepaalde lijn is, ook een bepaalde groei in het leven van de genade. Ook in het leven van deze vrouw. Ze wordt trouwens ook niet in de wacht gezet, ja heel eventjes, om onderwijs aan Simon te geven. Maar dat was al zo heerlijk in haar oren. En dan dat woord tot haar. Hij verzekert haar ervan, te midden van al die starende blikken en die kijkende ogen. Haar zonde vergeven, weggewist, heel dat zondige verleden, waar heel de stad schande van sprak. En ze mag het weten, ze is zuiver, ze is rein in de ogen van de Heer. Hoe kan dat, gemeente? Nou, de Heer Jezus die proclameert het niet alleen, maar hij voorziet er ook in de vergeving van de zonde. Hij is immers het lam dat de zonde de wereld wegdraagt naar Golgotha. Hij is het lam, ook hier in het huis van Simon, onderweg naar het kruis. Waar God de eeuwige straf, de helse straf uitbetaalt op de zonde der wereld. De zonde van deze vrouw. Op de zonde van al die mensen. Die aan de voeten van de Heer Jezus terechtkomen. Zodat er geen straf meer overblijft voor diegene. Dat is de weg, gemeente. En die vergeving krijg je niet automatisch. Die vergeving krijg je niet door beterschap te beloven aan de Heer. Of door beterschap te beloven aan anderen. Maar die krijg je in de weg van bekering. Niet dat je daar dan op vertrouwt, gemeente. Deze vrouw die huilt, maar die vertrouwt niet op haar tranen. En daar ziet ze geen zaligheid in. Nee, in Jezus, dat. Waar staat u, gemeente? Waar staat u vandaag, vanmorgen? Aan de kant van die zondares? Of zit je nog bij Simon? De Simon, dat was een beste man. Dat was een man die ook heel veel bijbelkennis had, gemeente. Want dat hadden de fariseeën. En dat waren voorbeeldige mensen in de tijd van de Bijbel. Wij kijken er soms een beetje op neer. Bij die fariseeën zat het vooral op dit punt vast, gemeente. Dat ze aan de Heer Jezus voorbij gingen. In hun hoogmoed. Simon, dat was een voorbeeldige man. Godsdienstige man. Die kende de Bijbel op zijn duimpje. Maar weet je, van één ding had hij geen verstand. Dat was van het woord genade. Daar kon hij helemaal niks mee. Hoe we dat weten, gemeente? Nou, omdat het bij het woord zonde, als het woord zonde zou vallen, dan keek Simon naar die vrouw daar. En niet naar zichzelf. Genade doet je nooit op een ander neerkijken. En dat doet Simon wel. Als Simon zich gaat vergelijken met die vrouw aan de voeten van de Heer Jezus, dan valt de vergelijking in zijn voordeel uit. Maar hij begrijpt zo niks van het evangelie. En niks van vergeving. Niks van zonde die zeer doet. Gemeente, God kan niks met nette kerkgangers. Zondaar, en daar kan hij wat mee. Jawel. Natuurlijk, hij kan ook wat beginnen met keurige kerkgangers, gelukkig. Maar dan maakt hij er altijd wel een zonde van. Dan maakt hij ze wat ze al zijn ten diepste. Want het evangelie is dit, dat God de zondaren zaligt. En daar ligt ook nou de ruimte, hè, voor ons allen. Dat is zo rijk, gemeente. Wij denken vaak, was ik maar heiliger. En kon ik die zonde nog maar eens nalaten. En kon ik nog maar eens echt bidden, dat ik er echt met mijn hart bij was. En met mijn gevoel. En kon ik maar eens echt berouw hebben. Net als die vrouw huilen aan de voeten van de Heer Jezus. Kon ik dat recht van God maar eens lief hebben. Maar gemeente, dat kunnen we allemaal niet. En als we dat hebben, als de Heilige Geest daar werkt, dan is daar het gebrekkige van ons ook tussen. Dat is allemaal tekort.
te weinig. De enige bron van zaligheid en vreugde ligt in God, in Christus. En dat hij nou zondaren vergeving schenkt. En daar staat Simon er buiten. Want Simon had geen vergeving van zonden nodig. Geen zalig maken. U wel, gemeente. De zonde is de dringende reden om tot de Here te gaan. Niet de ziekte, niet het verdriet. Ja, dat ook. Daarmee mag u zeker ook naar de Here. Maar de zonde, dat is de meest dringende reden. Omdat God de zonde haat. En omdat er door de zonde geen contact met God meer mogelijk is. Omdat we door de zonde verloren zijn en verloren gaan. Door die ene stiekeme zonde. Net zo goed als door die duizend openlijke en gruwelijke zonden. Er is maar één weg. De weg naar de Heere Jezus. En dan mag u komen zoals u bent. Naar die voeten vluchten, pleitend op zijn woord. Indien wij onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven. En ons reinigen van alle ongerechtigheid. En dan mag je het in de prediking heel persoonlijk ook horen, gemeente. Dat is nou wat de Heilige Geest u op uw hart wil binden. Als u dat mag doen, uw zonde belijden oprecht. Voor de Heere, uw zonden zijn u vergeven. Wanneer, zo dikwijls als je de belofte van het evangelie met een waar geloof aanneemt. Zondag 31. Zo wil de Heere mensen verzekeren. Mensen als deze vrouwen, door middel van de prediking. Mensen met schuld. Mensen die zelf niet kunnen betalen. Mensen die de Heere maar één ding aan kunnen bieden. Een schuld, een zonde, een harde hart dat niet wil van natuur. Geestelijk blut, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat zegt de Heere tegen zulken. En gemeente, dan zendt de Heere Jezus haar weg. Dan mag ze haar weg vervolgen in vrede. Dat is het laatste. Ga maar naar huis, vrouw, weg uit dit huis van Simon, waar al die mensen zo op je neerkijken. Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Vrede, dat is een kernwoord in de Bijbel, in het Oude en in het Nieuwe Testament. Vrede, dat beloofde de Heer aan zijn volk als ze hem zouden dienen. Vrede, dat betekent welzijn, voorspoed in de breedste zin van het woord. In aards opzicht dat iedereen onder zijn vijgenboom en onder zijn eigen wijnstokje mocht zitten in het beloofde land in aangename rust. Levend van Gods zorg. Een zegen, vrede, bij de goed aan toe, gemeente. Het heeft ook te maken met behoud en met genezingen, met herstel. Ja, zelfs ook met toekomstige redding. In dat opzicht overlapt dat woord vrede, het woord behoud. Uw geloof heeft u behouden ook. Ook in dat woord gaat het om reddingen in de breedste zin van het woord. Vrede. In de brieven van Paulus krijgt het de notie van het verzoend zijn met God. He, door de zonde is er oorlog gekomen, kun je zeggen, tussen de Heer en ons. De mensheid heeft de wapens opgenomen tegen de Heer in het paradijs. Maar door het geloof in het werk van Christus en in de persoon van Christus is er vrede te krijgen door het geloof. En dan kan Paulus het zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Vrede. Dan is het weer goed tussen de Heer en een ziel die het leven in Christus alleen zoekt. Hebt u dat, gemeente, vrede? Die vrede is in de eerste plaats niet iets van het gevoel. Maar het is meer een toestand, een situatie. Heel concreet, gemeente, als deze vrouw naar haar huis gaat. Dan zijn er heel veel dingen die tegen kunnen vallen. De eerste die ze tegenkomt, die kan zomaar heel lelijk tegen haar doen. Want ja, dat is wel eventjes die zondares in de stad. Daar moet je niet mee omgaan. Mensen draaien hun hoofd af. Of spugen op de grond als ze langsloopt. Ze kan zichzelf tegenvallen.
Ongetwijfeld zal het gebeuren. Het leven. Misschien moesten de eindjes wel aan elkaar knopen. Wie zal het zeggen? Gingen de mensen eerst om als een met een grote boog om erheen. Dat blijft nog steeds zo. Want die naam die ben je niet zomaar kwijt. Zondares. Mensen die vergeten niet zo gemakkelijk. En misschien als ze de volgende dag op de markt staat. Dan staat er ook die vrouw bij het marktkraampje. Van wie de man met haar in bed gelegen heeft. Wie zal het zeggen? Sommige dingen kan deze vrouw nooit, nooit meer goed maken. Dingen die ze gedaan heeft. En dat kan een enorm stuk eenzaamheid geven in haar leven. En toch, ga heen in vrede. En wat er dan ook gebeurt, gemeente, en wat de mensen dan ook zeggen, en hoe ze zichzelf dan ook tegen zal vallen, toch kan ze het zeggen. Vrede, het is vrede. Het is wel met mijn ziel. Dat is dus geen gevoel in de eerste plaats. Het is een situatie. Voel je je vredig, vrouw? Ach, hou op, ik voel me niet vredig. Ik voel me zo verdrietig en eenzaam. Toch is het vrede. Waarom dan? Omdat Jezus het heeft gezegd. En nu mag ze verder door het geloof in dat woord. En u en jij, die vanmorgen naast deze vrouw mocht zitten. U moet ook weer verder. Dan kom je leeuwen en beren tegen op je pad. Aanvechting, bestrijding, mensen vallen tegen, je valt jezelf tegen. Maar dan mag je terugzien op wat de Heere gaf. Wat de Heere zei. En bovenal houdt hem zelf voor ogen. Hij is onze vrede. In hem hebt u alles, gemeente. In welke weg je dat krijgt? In de weg van het geloof. Het geloof dat de knieën buigt. Het geloof dat de schuld beleidt. Het geloof dat de toevlucht neemt tot de Heere Jezus. Vrede. Krijg je in de weg van het geloof. En wordt ervaren naar de mate van het geloof. Geloof dat zich vastklemt aan het woord van de Heere Jezus. Ziende op de gekruisigde. Want gemeente, daar is het verdiend, nietwaar? De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing. Hij ving de slagen op. Hij trad tussen beiden in de oorlog. Hij heeft de vrede verworven. En daarom kan hij dus vrede verkondigen en uitdelen door middel van die verkondiging. Dan is de beleving ten dele. En toch is die vrede er wel. En straks is ook die beleving volmaakt, gemeente. Ga heen in vrede, vrouw. Dan mag ze straks zijn op die plek waar de wolf en het lam tezamen neerliggen. En daar zijn ook geknakte Simons die genezing hebben gevonden en vergeving aan de voeten van de Heer Jezus. Want dat kan nog, hè, ook voor Simon. Met alle zondaren die de Heer Jezus hebben nodig gekregen. En daar geen zondaar meer. Geen zondares. Boven heet de zondares bruid. Bruid en alleen maar bruid van die hemelse bruidegom. En vredevorst, waar het eeuwig vrede is, gemeente. Daar gaat het naartoe, naar het vrederijk, als de Heer Jezus terugkomt op de wolken. Want Jezus leeft immers in eeuwigheid. De vraag is hij al de Heere van uw leven geworden zoals hij het was en werd in het leven van deze vrouw? Kom, gemeente. Kom, Simon, jij ook. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor deze Heere Jezus. Blijf niet achter, want bij deze Heere Jezus komt een zondares en een Simon die neerbuigt, niet beschaamd uit. Want het is zo heerlijk waar. Behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij
ter redder zijn. Amen.